oktober 2010 de opheffing van de land-Nederlandse Antillen een feit werd, werd de overheid geconfronteerd met tal van uitdagingen op het gebied van interne organisatie en financiën. Maar die hele situatie gaat nu veranderen, want dit is Extreme Government Makeover! Ik ben zeer verheugd dat SOB hulp kan verlenen bij de verbetering van dit organisatie. Zoals jullie kunnen zien is dit organisatie van de overheid niet in orde. Een van de andere problemen die wij tegenkomen bij de controle zijn de diverse uitdagingen bij de jaarrekening. Mag ik wat vragen? Ja hoor. Wat is uw mening over de financiële situatie van Curaçao? De financiële situatie van Curaçao baart ons als gemeenschap veel zorg. We vernemen via de media dat veel maatregelen genomen zullen worden. Maar we weten niet waar we aan toe zijn. Are we ready for financial audit? Yes, we are! We hebben een stevig fundament gelegd voor de toekomst. Zijn jullie klaar om het resultaat te zien? Maar...